Dit is de DR-KT00119. Dit is de DR-50 snel voor Peugeot scooters watergekoeld. Deze DR-cilinder heeft een boring van 40 mm. Maar door de extra spoelpoorten in deze cilinder en extra uitlaatpoort is dit een 50 snel cilinder. Hiermee zal de scooter een heel stuk harder optrekken en ook een stukje harder gaan lopen. Het betreft hier een gietijzeren cilinder. Deze gietijzeren cilinder is iets hoogtoeriger dan de standaard cilinder, maar niet veel meer. Daardoor is deze vrij slijtvast. Deze cilinder gaat dus een hele lange tijd mee. Deze cilinder wordt gemaakt in de fabriek van Top Performance NDR in Italië. Deze DR-cilinder kenmerkt zich door zijn hoogwaardige kwaliteit en zeer net afgewerktheid. De DR-cilinder kunt u herkennen door het DR-logo aan de zijkant van de cilinder. Bij deze kit wordt niet alleen de cilinder geleverd, maar ook de cilinderkop, de pakkingen voor de uitlaat en voor de kop en de voetpakking. Voor op de kop ook nog het buisje voor het aansluiten van de koelvloeistof. Daar horen de bevestigingssetjes en een bevestigingsrubbertje bij om het netjes af te sluiten. Niet te vergeten de zuiger met twee zuigerveren. U krijgt een zwarte zuigerveer, aan de zijkant is dat te zien, en een zijkant vergromde zuigerveer. De vergromde zuigerveer hoort aan de bovenkant te zitten en de zwarte zuigerveer aan de onderkant. Bij het monteren van deze cilinder is het heel belangrijk om te letten op de zuiger. Op de bovenkant van de zuiger staat een pijltje. Deze dient altijd richting de uitlaatpoort van de cilinder te wijzen. Dus in dit geval zou het pijltje uw kant op wijzen. Daarbij wordt nog een tie-rack geleverd voor het bevestigen van de koelvloeistofslang, de pistonpen, de veerklipjes en nog een extra bevestigingsmateriaal voor de koelvloeistof en de uitlaatboutjes. Uiteraard niet te vergeten de DR-strekker. Bij deze cilinder kunt u rustig uw standaard uitlaat gebruiken, maar het is aan te raden om een iets sneller uitlaat te nemen, zoals bijvoorbeeld een Cito Plus of je Sunny Z, Leo Vinci TT of een andere 50 snel uitlaat. Let op, koop geen hoogtoerige uitlaat, want daar is deze cilinder niet geschikt voor. Bij deze cilinderkit wordt geen bougie geleverd en geen koelvloeistof. We raden het aan om deze wel bij te kopen en altijd nieuw te gebruiken. Mocht er nog vragen zijn, dan kunt u altijd terecht bij onze klantenservice. Bedankt voor het kijken en tot de volgende keer.